welkom bij een nieuwe aflevering van Bergkamp Behind the Scenes. Mijn naam is Erwin en ik ga vandaag voor jullie mijn eerste unboxing doen. Ik heb van de week een lavalier microfoon besteld. Het gaat om een microfoon van het merk Boya. Type nummer is BY-M1. Ik heb deze besteld om de geluidsopnames van dit soort video's te verbeteren. Op het moment gebruik ik nog een shotgun microfoon. De kwaliteit is niet heel erg goed en het neemt een hoop omgevingsgeluid op. En ik hoop met deze microfoon de geluidskwaliteit een heel stuk te verbeteren. Laten we gauw gaan kijken wat er in de box zit. Daar gaan we dan. Hier hebben we de doos. Stevig doosje, goede verpakking. Even kijken, hier zo gaat hij open. Beetje lastig. Zo, deksel open. Daar is hij dan. Het eerste wat ons al tegemoet komt is het kleine plopkapje. En daar is de rest. Wat zit er nog meer in de doos? Een gebruiksaanwijzing. Die hebben we straks nodig. Niet nu. Verder zit er in de doos het aansluitstuk waar de microfoon aan zit en de kabel voor naar je camera. Wat trouwens een hele lange kabel is. Een hele bos. Het goed is 6 meter als ik de verpakking mag geloven. We hebben de aansluiting voor naar je camera, een batterijtje wat in dit deel moet komen om het gepowerd te hebben, zodat het microfoontje zelf, wat heel klein is, dat even voorzichtig even halen. Dit zien. Het microfoontje, dus dat zie je straks niet zitten als het goed is of heel slecht. Verloopplug. Voor als je een grotere aansluiting hebt, die heb ik niet nodig. Mijn camera heeft gewoon de kleine aansluiting en de clip voor het microfoontje. Even kijken. Clipje. Die komt hierin. Die daarin. En voilà, dat spotmicrofoontje zit al in elkaar. Dat is het versterkertje waar dit kleine LR44 batterijtje in moet. Even kijken hoe dat werkt. Het is een schroefverbinding. Schroef de bovenkant er zo vanaf. Een hoop schroef erin. En daar moet het batterijtje komen. Even kijken dat we hem goed om te zetten. Hier is dan een plusje. Op het batterijtje staat hier een plusje, dus het batterijtje moet er zo ons inkomen. Een batterijtje erin en zo. Nou, ik heb hem toch al uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. Alles is uit de doos. Ik ga even ombouwen en dan kunnen we gelijk voor het laatste deel kijken wat de geluidskwaliteit is. Als je dit soort filmpjes vaker wil zien, vergeet dan niet te liken of hier te abonneren. Dan blijf je op de hoogte. Als jullie dat niet doen, weet ik niet wat jullie willen zien. Je helpt me er heel erg mee door een like te geven. Daarmee weet ik dat jullie meer van dit soort filmpjes willen. Tot de volgende keer.